Lucas 20. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Er komt een einde aan deze wereld. En God is met u tot aan dat einde. Kan iedereen zeggen, God is met mij. God is met mij. En als God met u is, als God voor u is, wie zal tegen u zijn? Verdrukking, ellende, wat mensen ook zeggen, wat familie misschien zegt. Ziekte, dingen wat op je pad kan komen. God is met u. En Jezus Christus is nog steeds dezelfde vandaag. Hij is nog steeds een geneesheer, groot van kracht. Hij bevrijdt nog steeds mensen van boze geesten en depressies en ellende. Als de enige ziekte is in uw lichaam, aan Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde om u te verlossen. Jezus ging heen, zegt de Bijbel, genezende allen die door de boze overweldigd waren. Hij is niet gekomen om met u mee te lijden. U hebt uw ziekte en ellende niet om met Jezus mee te lijden. Al ben u nog zo religieus, dan hebt u niet begrepen het evangelie, wat de Bijbel, wat de pastoor misschien ook zegt, wat een kerk u ook leert. Ga de Bijbel lezen. En met name dan het Nieuwe Testament. En u zal erachter komen dat Jezus is gekomen om uw ziekte op zichzelf te nemen. Hij is een vloek voor u geworden, zodat u vrij kan zijn. U bent geroepen tot vrijheid. Halleluja. En vandaag is een dag van grote vrijheid voor Budel. En aan u is de uitnodiging om te komen en te wandelen in die vrijheid. En voor ons ook hier in deze tent, in deze evangelietent, als we het zo mogen zeggen. Alle volken tot mijn discipelen. Dat betekent dat de Bijbel u oproept. God vraagt dat niet, God geeft een opdracht. En hij zegt, maak de volken tot mijn discipelen. U moet Jezus gaan volgen. Dat is wat de Bijbel zegt. U moet hier niet in een kerk gaan zitten. U moet geen beelden gaan aanbidden. U moet geen geld daar geven aan al die afgoden en gekkigheid. Hou je geld in je zak en geef het aan de armen, de mensen die het nodig hebben. U moet Jezus gaan volgen. En als u Jezus gaat volgen, als u hem gaat volgen en u kan hem vinden in de Bijbel, in Gods woord, kan u een levende relatie met Jezus gaan krijgen, dan bezit u het eeuwige leven. En doop hen in de naam van de Vader en de Zoon God en de Heilige Geest. Ellende zal u niet kunnen blijven worden bespaard, want u gaat de vruchten plukken van uw eigen leven. Wat u zelf gezaaid hebt in uw leven en in de levens van anderen, zal u zelf gaan plukken. Die vruchten komen vanzelf op. Maar Jezus is hier om u een nieuw leven te geven. Om alles wat u eertijds hebt gedaan en gezegd en gedacht, om dat rein te wassen met uw bloed, met zijn bloed, opdat u een nieuw leven zou kunnen ontvangen en opnieuw kan beginnen. Al het oude is dan verdwenen, weggedaan. En u mag op zijn nieuwheid dopen. Die zal behouden worden. Niet degene die in de kerk hun hele leven hebben gesleten. Dan gaat hij ons nog verloren. Wie niet gelooft, die zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. Halleluja. Vandaag is een dag van verlossing voor u. Om verlost te worden van boze geesten. Die uw leven pijnigen, die uw leven kapot maken, die uw leven beliegen en die op het verkeerde pad sturen. Dat zijn boze geesten van alcohol, van seks, van drugs, van verslavingen, van foute relaties. Waar je maar denkt, je denkt dat je daar niet vanaf kan komen. Je denkt dat jij zo bent, maar je bent niet zo, want in je hart weet je beter en je wil er vanaf. Vandaag is een dag om een nieuw leven te beginnen, om bevrijd en verlost te worden. Omdat Jezus zou je aanraken en een nieuw leven geven. En hij zou je verlossen van deze boze geesten. Halleluja. Vandaag is een dag van een nieuw begin. We hebben vele mensen bevrijd zien worden van allerlei boze geesten. Altijd gaan de boze geesten weg, omdat ze bang zijn van Jezus. Halleluja. Volg haar niet na, maar ga Jezus volgen. God vraagt van u dat u zich bekeert. Dat u Jezus gaat volgen, dat u discipel van Jezus gaat worden. En vanzelfsprekend ga je het dan ook in orde maken met de mensen. Vanzelfsprekend ga je dan ook dingen beleiden. Maar niet andersom. Eerst Jezus. Bekering, dat was de boodschap. Zij gingen heen en predikten bekering tot vergeving van zonden.
Zij predikte niet een liefdevolle Jezus die alles goed vindt. Zij predikte niet, kom naar voren en we bidden een zondaarsgebed en dan ben je gered. Zij predikte bekering tot vergeving van zonde. En als we alleen genoegen nemen met een zondaarsgebed, een bidden voor vergeving en ons niet bekeren willen, Jezus niet willen volgen, dan ben je geen discipel van Jezus. Omdat God met u is en u verlossen zal en zegenen zal van deze dag af aan. Oh mensen en buren, bekeer je en kom tot Jezus. Sluit je niet op in je huizen. Sluit je niet op in je carrière en relaties en zonde. Sluit je niet af voor God. Maar open uw hart voor Koning Jezus. En bekeer je en kom tot Hem. En word gered. Uw ziel staat op het spel. Als u zich niet bekeert. Als u niet komt tot Jezus. Rituelen waar u moet doen. Is het een leugenaar. Eén weg is daar tot God. En dat is alleen Jezus. Geen heilige. Het zijn dode mensen, moeten we verder van blijven. Amen. Amen. Vaak hebben we bevrijding nodig. Ons open gesteld voor al die zogenaamde heiligen. De Bijbel noemt die praktijken occultisme. Het is niet uw zaak de tijd of gelegenheid te weten waarover de Vader beschikking aan zich gehouden heeft. Onze focus moet niet zijn op aardse successen. Onze focus moet zijn op Jezus Christus en Jezus alleen. O Heer, maar wat gebeurt er met die discipel die u lief hebt? Dat gaat je niks aan, maar gij volgt mij. God wil dat wij individueel Hem volgen. Dat is het enige wat telt. Maar wat dan aangaande de gemeente? Wat dan met gemeente de Bron? Hoe moet dat nou? Hoe moet dat volgend jaar? Wat gaan we doen? Wat gaan we niet doen? Doet er niet toe. Gij volgt mij. Hij zal de plannen geven. Hij zal de instructies geven. Hij zal de wijsheid geven. Laat God God zijn. Laten wij zijn discipelen zijn in de naam van Jezus. Amen. En Hem volgen in deze dingen. Gij volg mij. En laten we niet bezig zijn met elkaar, plotseling. Maar laten we bezig zijn Halleluja. Met Jezus. Plotseling. En je weet nooit wanneer plotseling is. Plotseling. Voordat Jezus terugkomt, zal dat plotseling een uitstorting van Gods geest zijn. Plotseling. Eensklaps. Ze waren eendrachtig volhardend. Eensklaps. Kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En altijd zien we opwekkingen en mensen baden wel. Maar het kwam altijd onverwacht. Het moment dat God kwam, het zal zijn in de laatste dagen. Zegt God dat ik zal uitstorten. Iedereen zegt ik zal uitstorten. Ik zal uitstorten. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Ik zal uitstorten. Op alle vlees. Halleluja. Dat betekent ook die onbekeerlijke familie van je, die, waarvan je niet weet hoe die nou te bereiken moeten zijn. God zegt, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Hij zegt niet op de heilige geestjes, maar op alle vlees. Ik ben blij dat er een hoop vlees is. Huh? Nou, kun je nagaan. God op alle vlees, maar zelfs op mijn eigen dienstrecht en dienstmaagden. Zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dus wij hebben ook nog een beetje deel eraan. Maar hij zal in eerste plaats zijn geest uitstorten op alle vlees. Daarbuiten is Gods geest voor gekomen. Om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En ook op mijn dienstmaagden zal ik mijn geest uitstorten. Halleluja. Er zal een beweging zijn van Gods geest in de laatste dagen. Juist in de wereld. In die opstandige mensen die van God los zijn en hun eigen ding. Gods geest zal komen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zelfs ook nog op zijn dienstknechten en dienstmaagden. Ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. Hier staat zo vaak, het zal zijn. Ze zullen, jongelingen zullen, uw zonen en dochters zullen, uw ouderen zullen. Ja, mijn dienstknechten en dienstmaagden. Zal ik mijn geest uitstorten? Zij zullen profiteren. God zet zijn woord zo vaak kracht bij. Durft iemand nog te twijfelen aan Gods woord hier? Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Halleluja. Het zal een makkelijke tijd zijn. Dat de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Amen. En daar gaat het om. Daarom stort hij zijn geest uit. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden naam van de koning en koningen. En dat is de naam van Jezus. Halleluja. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Want